Eindgebruikers kunnen hun rol pakken bij het verduurzamen van de bestaande bouw. Door die momenten aan te grijpen wanneer hun huurcontract afloopt of wanneer zij echt naar een ander pand willen. Om aan vastgoedeigenaren te vragen energiebesparende maatregelen in het gebouw te nemen. Vastgoedeigenaren zijn daar wel toe bereid, maar ze zoeken de dialoog met eindgebruikers om te kijken in hoeverre je de baten en lasten kunt verdelen. Een voorbeeld daarvoor is Green Leases. Binnenkort zal op de website www.platformduurzamehuisvesting.nl daarover een leidraad verschijnen. En ik hoop dat heel veel mensen deze kunnen gaan gebruiken.